democratie. Ja, dank voorzitter. Nou, ik vind dat het getuigt van een positieve wending, dat er steeds meer aandacht is voor de invloed van de Chinese Communistische Partij in Nederland. Het meest funeste punt is hoe we Nederland, onze instituties en instellingen en alle lagen van het Huis van Thorbecke meer weerbaar kunnen maken tegen de vaak enorm gefragmenteerde en onoverzichtelijke activiteiten van de CCP binnen onze grenzen. En dan vandaag hebben we het over kennisveiligheid. Over de hele wereld kampen universiteiten en kennisinstellingen met het vraagstuk over de activiteiten van de CCP binnen hun instellingen en de invloed hiervan op de academische vrijheid en integriteit. China voert namelijk een mondiaal project uit voor het management van het denken. De CCP gelooft dat ideeën van cruciaal belang zijn voor de strijd om de politieke macht. En daarom speelt de academische wereld een centrale rol in haar ideologische strijd. Het doel is om door samenwerking met westerse instituten inzicht te verschaffen in het wereldbeeld van China. Een beeld dat haaks staat op de vrijheden gekoesterd in het Westen. Het probleem is dat dit gepresenteerde wereldbeeld dat van de CCP is, van een partij. De achterliggende agenda is het tot stand komen van een mondiaal discours met Chinese kenmerken, waarmee de partij haar greep op de macht kan behouden. Nou, de CCP maakt dus gebruik van de vele verschillende kanalen om dit te bereiken. Het doel is om het westerse denken te conformeren aan het wereldbeeld van China. Dit doen ze namelijk via de Confucius-instituten, rechtstreekse lobbyactiviteiten door Chinese ambassades en consulaten, door te dreigen met een afname van het aantal Chinese studenten aan universiteiten die afhankelijk zijn van hun collegegelden, en door te dreigen gezamenlijke programma's en trainingen op te zeggen. Nou, naast deze vormen van afpersing moeten onderzoekers zich ook voortdurend zorgen maken over de vraag of ze nog wel een visum voor China zullen krijgen. Ik denk dat we in Nederland inmiddels een hele goede grip hebben en inzicht hebben in de activiteiten van de Confucius-instituten. Ook binnen het wetenschappelijk en technologisch onderzoek worden belangrijke stappen gemaakt om spionage en beïnvloeding te voorkomen. Dat Nederlandse universiteiten, zoals de Rijksuniversiteit Groningen, die zich in 2018 terugtrok uit een overeenkomst voor een nieuwe branchcampus in Yantai, omdat er altijd een partijfunctionaris moest zitten in het bestuur van universiteiten die met buitenlands geld zijn gefinancierd, en ook uitgevers zoals Bril minder vaak zwichten voor rechtstreekse druk, is ook iets waar we trots op mogen zijn. Want dit is een uitzondering op het capitulatiegedrag van vele westerse universiteiten en uitgevers. En ook als financiële afhankelijkheid aan het licht komt, dat er ook meteen actie ondernomen wordt, zoals we ook bij de VU hebben gezien, in plaats van dat het goed gepraat wordt. En dat is ook lovenswaardig. Maar ik deel ook de zorgen van het Rathenau-instituut, waaruit blijkt dat er geen overzicht bestaat van onder andere alle samenwerkingsprojecten, Memoranda of Understanding en buitenlandse cofinanciering. En mijn vraag is ook aan de minister of een compleet overzicht van alle geldstromen vanuit China en samenwerkingsprojecten binnen de Nederlandse kennisinstituten te realiseren is. En zou het loket kennisveiligheid mogelijk hier een rol in kunnen spelen? We hebben een grote verscheidenheid van onderzoeken door Klingendaal, de inlichtingendiensten en het Leiden Asia Center. En die hebben ons een overzicht en bewustzijn over Chinese beïnvloeding binnen onze kennisinstituten aanzienlijk vergroot. En dit is inmiddels ook verder gefaciliteerd door informatievoorziening vanuit de overheid naar lokale overheden, kennisinstituten en ondernemers. Bijvoorbeeld een goede stap als het kennisveiligheidsdialoog. Maar ik denk waar op het moment echt grote zorgen voor de academische vrijheid en integriteit liggen, is op het zelfcensuur van onze eigen academici. Volgens Klingendaal is het ook een reëel probleem in Nederlandse kennisinstellingen. En dit betekent dus dat academici en onderzoekers die onderzoek doen over China, zeker onderwerpen zoals Taiwan, Tibet, de protesten in Hongkong of het Tiananmen-protest en nu ook bijvoorbeeld de oorsprong van COVID-19 vermijden, op bewust niet benoemen door angst de samenwerking met Chinese collega's of partners te verstoren of geen visum meer naar China te verstrekt te krijgen door de Chinese overheid. Maar het probleem erkennen en bewustzijn creëren over deze aantasting van de academische vrijheid in Nederland is niet genoeg. De academici zelf zijn er ook al heel bewust van. Maar stel je voor dat deze zelfcensuur 20 of 30 jaar doorgaat. En dan heb je juist opeens een peer-reviewed body of knowledge dat juist het beeld dat China van zichzelf de wereld in wil helpen bevestigt. En dan, ik denk dat hier ook het probleem ligt, want de CCP heeft deze lange termijn visie en het geduld om dit uit te voeren. Dus mijn vraag aan de minister is dan ook, hoe kan de overheid een rol spelen om dit hardnekkig probleem aan te pakken? Want het is lastig, want aan de ene kant heb je onderzoekers die jarenlang hun expertise opbouwen over in sinologie of China gerelateerde onderwerpen en voor hun carrière afhankelijk zijn van toegang tot China en samenwerking met Chinese partners. En zij moeten dus aan zelfcensuur doen om een expert in hun veld te blijven. En aan de andere kant staat natuurlijk de belangrijke vraag hoe dierbaar de academische vrijheid en wetenschappelijke integriteit ons is.
Ik zou dus aan de minister willen vragen hoe we met Nederlandse universiteiten en hogescholen werk kunnen maken om ruimte te creëren voor academici om kennis over China te produceren dat niet aan de richtlijnen van Peking hoeft te voldoen. Tot zover, mijn eerste termijn.